Beste kijkers, het wordt een beetje friemelen boven in het speelveld van onze Ajax dagkaart. We zien vandaag een hele kleine witte candle. Wat mij betreft mag je het ook een doodziekendeltje noemen. En dat betekent dat er wat twijfel optreedt bij de spelers. Niet verwonderlijk, want de swingteller staat vandaag in een plus 9 stand. En de koers blijft nog onder de 65 hobbel liggen. De rode streep als eerste barrière in het veld. De RSI ketst ook af tegen de OB-lijn aan, dus er zijn wat indicaties, wat aarzelingen bij de Bulls. En dus zijn er indicaties dat er topvorming dreigt. En we noteren dan ook nog eens een keertje op of nipt onder de SMA-lijn. Dus het is een, zoals gezegd, een beetje gefriemel daarbovenin. Veel indicaties en veel plusjes en minnetjes bij elkaar. En het is wachten op een duidelijke indicatie wie nu overtuigend initiatief gaat tonen. Betekent deze voortgang, de aarzeling die we zien, dat dat toch een voorbode is van meer berendruk? Het zou zomaar kunnen, met andere woorden, een terugval naar 5,42 is goed mogelijk. Met onder de 5,33 echt een definitieve aanval van de beer naar veel lagere niveaus. Of gaan de Bulls na een adempauze van een paar dagen toch proberen die 5,60 te slechten? Zo ja, dan komen ze daarboven nog weer eens 5,68 tegen. En daarboven zijn ze natuurlijk echt helemaal los. Wat dat betreft een vervelende overgangsfase. Met zowel kansen voor de beer als de boel. Morgen kijken en bezien wat ze verder voor ons in petto hebben. De DAX. Eigenlijk hetzelfde verhaal, een beetje hangen rond de SMA-lijn, die overigens vrij vlak in het speelveld ligt. We hebben de bovenlijnen en de onderlijnen hebben we nog eens eventjes geaccentueerd om aan te geven dat er eigenlijk sprake is van nauwelijks tot geen trend, maar meer van een trading range, een bandbreedte tussen die twee stippenlijnen. Vandaag een poging om iets wat los te komen van de SMA-lijn is niet echt overtuigend gelukt. De kleur is wel wit, de swingteller nog in een plusstandje. Dus de Bulls die zouden iets meer troeven in handen hebben. Maar u begrijpt, er moet meer gebeuren. Ze moeten echt weg van de middenlijn van die bandbreedte om daadwerkelijk iets voor te kunnen stellen. Dat betekent voor de Ajax en de DAX dat een zijlijnpositie wellicht de beste optie is. Houd posities of anders maar even bescheiden en wacht op een duidelijk signaal waaruit blijkt wie overtuigend initiatief gaat tonen. Ik wens u een prettige avond.